Dus ik ben een introvert die slecht is in begrijpend lezen. Omdat mijn ouders me en Nederlands en wat Bosnisch hebben opgevoed. Hoe Nederlands? Nou, ze kozen ervoor om geen satelliet-tv te hebben. Dus niet hun eigen programma's te kijken, want ze wilden de Nederlandse taal heel goed leren. Daarvoor ben ik mijn ouders heel dankbaar. Ten tweede, ze kozen wel ervoor om thuis Bosnisch te spreken. Dus in principe ben ik tweetalig opgevoed. Slecht in allebei de talen, hè? Mijn moedertaal en de taal van het land waar ik leef. Dus nadat juf Marloes op de basisschool hierdoor zei dat ik niet eens TL, MAVO-niveau op school, aan zou kunnen, was er toch meester Blokland die vertrouwen in mij toonde. Want we waren een van de weinige buitenlanders die geïntegreerd waren in het dorpje Herwijnen waar we leefden. Dus meneer Blokland, dank je wel hiervoor. De man met de grote baard en ook omdat je veel rookte, was die ook hier wat geel. Jij zag de potentie in mij. Praatte met mijn moeder bij en door jou kon ik TL-niveau gaan doen. Van TL ben ik naar HAVO gegaan. Van HAVO, ik wist nog steeds niet mijn ambitie, ging ik HBO doen. Internationaal ondernemen. Een jaar na mijn opleiding, terwijl ik aan het werken was voor een baas, kwam ik erachter dat video mijn passie is. Want hierdoor kon ik als introvert persoon die slecht is in begrijpend lezen mijn spreekvaardigheden gaan versterken. Dus video zet ik hiervoor als middel in. Nog steeds. Bijna elke dag. En dat wens ik jou ook toe. De tool is er. Je grijpt je mobiel, filmt jezelf en let op je mimiek, intonatie. En natuurlijk, in het begin voelt het echt super ongemakkelijk aan en ook onnatuurlijk. Dat is puur omdat je nog niet gewend bent. En het belangrijkste van wat ik je nu vertel is, hoe deel je zo'n verhaal waarmee je niet alleen je vroegere ik inspireert, maar ook je toekomstige klant. Want die staat nu in de schoenen waar jij toen stond.